missie was eigenlijk praten met de locals, ja. En, maar wel echt daar in de, ja. Waar ook echt de Taliban schuilden, ja, dus ja. In de berg daar. Ja. En er was één jongen en die probeerde dat tegen te gaan, maar toen werd hij ook echt bedreigd en ook gemarteld. En zijn vader van die jongen, van die soldaat, die was toevallig... Natuurlijk weer. Ze tuigen een heleboel dingen op en dat moet dan weer gecontroleerd worden. Ja, 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 ja. 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 Wat ze doen, te surveilleren. Ja, dat... Met alles. Het is eigenlijk een soort surveillance society geworden. Ja, en weet je, de controleur wordt ook weer gecontroleerd. Ja, dus precies, alles, precies, precies. Iedereen moet het van iemand doen. Ja, en, ja. Naar de gevangenis gaan in Amerika. En toen later is het allemaal bekend geweest. Dat het allemaal fout was en hoe het is gegaan. Het is gelukkig goed gekomen. Het is, ja, ja. Of, maar zoveel gaat er natuurlijk niet goed. Nee, het is iets van dit soort dingen gebeuren. Ja, precies. Ja, maar dat is heel veel. Het gaat echt, ja, en ze krijgen het. En ze moeten dat allemaal gaan terug. En er zijn mensen die dus hun banen verloren zijn, ja. Hun huis hebben moeten verkopen. Oh. Nee, het is echt, dat is heel heftig hoor. Ja, en natuurlijk wordt er fraude gepleegd. Natuurlijk wordt er, zijn natuurlijk mensen die misbruik maken van uitkeringen. Natuurlijk. Maar dat is altijd nog maar heel weinig in vergelijking met wat het probleem wat ze eigenlijk oplossen. Ja. En het is vaak ook uit van niet anders weten, niet beter weten. Nee, het hoeft niet eens opzetten. Ja, precies. Ja, Meisje van mijn moeder, ik denk dat ze 2 of 3 was of zo. Heel grappig. Zo cute! Wat leuk dat jullie dit hebben geplastificeerd. Ja, dat heb ik dus een artikel in de NRC, dat is alles bedoeld. Ja. Ik heb toen geïnterviewd voor de publieke tentoonstelling en toen heb ik. Nou ja, het is het hele verhaal wat ik heb verteld aan jullie, het staat hier. Ik had het jou kunnen laten lezen. Ja. Oh ja. En dit is die tante Anna trouwens. Ja, echt super. Oh, oké, ja, die kijk ik net naar. Die tekening, en dat is die heeft Hussar getekend. Oh, oké. Ja. Dat was een heel grappig mens. Ja, leuk. En wie is dit hier op die foto? Dat is mijn grootvader. Ja. Goed. Ja, ja. Echt? Ja. Nou, moet het, als je iets opzet, dan moet je het ook afluisteren. Dit is mijn glas. Thank you.
dance in Old Mifes. The magic spell you cast. This is Love the Iron Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see Love the Iron Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above.